Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Jernan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 31. De ene laatste ronde van seizoen 2 staat op het programma. Vandaag dus Mexico. Een lange race, 36 rondes lang. Ja, rijden en dat is nogal lang. Maar goed, even wat anders. Ik kwam een kijker tegen en die had een kanaal ontdekt. En het grappige was, dat is dus minder grappig. Dat hadden jullie echt niet verwacht. Een update gefaald, jammer. Maar goed, even terug naar mijn verhaal. Een kijker van mij kwam een andere YouTube tegen. Hey yo, what the fuck? En raad eens wat, hij heeft dezelfde achternaam. En weet je wat hij zei? Ja, ben je familie van Marley? Ja, van die persoon. En die guy zei, nee. Nou, hoe toevallig is dat? Goed verhaal. Beide Schraven, beide Nederlanders. Ik zet zijn kanaal zo eventjes in de video. Die pop ik zometeen even erin. Maar goed, heb jij die vorige video in Amerika gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dan kan er rechtboven het i'tje. Klik erop. En zij die video verschijnen, maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal, gewoon even doen. Abonneer, vooral voor meer. We gaan echt heerlijk. 150 abonnees binnengehaald, jazeker. Super, super, super. Dus laten pushen naar die 155 abonnees. En zo langzamerhand doorknokken naar de 200 abonnees. Stoer. Het klinkt nog heel ver weg. Maar goed, je weet maar nooit. We staan er heerlijk goed voor bij de ontwikkeling. Hebben zowat Williams benaderd. Zo goed zijn wij nou bezig. En er is geen regulatieverandering in seizoen 3. We staan er goed voor bij de constructeurskampioenschap. Dus dat betekent extra inkomen aan het einde van het seizoen. We gaan ook nog een aantal dingen toevoegen, kopen. Om de betrouwbaarheid wat te winnen daarvan. Dus dat is allemaal wel goed. Hebben nog voldoende sponsorgeld om aan het einde van het seizoen misschien Verschoor te vervangen. Het kan ook zijn dat hij in seizoen 3 gewoon weer van de partij is. En ja, jazeker, er is ook iets binnengehaald voor Verschoor. Dus hij is ook weer een stapje omhoog geklommen. Maar dan is het lekker tijd voor de kwalificatie voor aflevering nummer 31 van F1 22 My Team Career Mode. Daar gaan we dan. En dan zijn we aanbeland bij Q1 hier in Mexico. Lekker zonnig weer. Ik kan je alvast verklappen. Spoiler alert. We zijn door naar Q2. Maar op de een of andere manier is Q2 niet opgenomen. Dus ik heb alleen maar het eerste kwalificatiedeel. Dus zometeen bij de startopstelling dan zul je mij wel zien verschijnen op welke positie dan ik sta. Maar eerst Q1, jullie weten het al, we zijn dan gewoon door. Maar ik moet content hebben om jullie te voeden. Interessant. Heel interessant. Goed. Einde van onze eerste ronde in Q1. Is gewoon goed. Daar wel een klein beetje de apex gemist. En dan komen we bij start-finish. En dan laten wij een vierde tijd noteren. Jazeker. Aanbeland. Ja, bij mijn laatste run in het eerste kwalificatiedeel. Staan dus op P19. 10 tot 15 minuten regen. Het kan ook zomaar zijn dat ik het gewoon heb opgegeven, want toen dacht ik, ja, regen. Mijn auto die niet goed is, weet je wat, ik laad het erbij. Dus ja, dat kan ook het geval zijn, ik weet het eigenlijk al oprecht niet meer. Op de een of andere manier hebben wij ons toch weer in het groen zien verschijnen. Na de eerste 2-3 bochten die wij compleet hadden mislukt. Verpest en we laten een 15e tijd noteren. Dat is ook de uitslag van Q1. Nou weet ik niet waar we zo meteen staan. Trouwens, we staan 16e. Door naar Q2. Of nee, toch niet. Maar ik heb het tweede kwalificatiedeal niet. Dus op naar de wedstrijd voor aflevering nummer 31. Daar gaan we dan.
Welcome to Mexico City, the most populous city in North America and home, of course, to the Mexico City Grand Prix. It's a sellout crowd as usual here at one of the shortest circuits on the Formula One calendar, and who, I wonder, will they be cheering on the top step of the podium today? We're a long way above sea level here in Mexico today, which could pose some cooling issues for the cars as they make their way around this 2.6 mile lap. 17 corners with top speeds in excess of 220 miles per hour, and watch out for potential overtaking into turns 1 and 4. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks like for today's race. Lando Norris put in a fantastic lap yesterday, and he will start from pole position. Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have Sainz, Fernando Alonso, Max Verstappen and Gasly, Magnussen, Joe, Russell, they've taken a grid penalty, and Robert Schwartzman, Ricciardo, Perez, Lance Stroll and Mick Schumacher, Ocon, they'll be starting further back after an earlier grid penalty, Albon, Yuki Tsunoda and the Professor, Tictum, Richard Vershaw, Hamilton, they've taken a grid penalty, and Nicholas Latifi. It's almost time for those five red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Anthony Davidson, a lot of talented drivers out on the track today, but what will stand out for you? My focus is 100% on the front of the grid. Like you said, we're seeing a lot of strong competition across those positions, so it'll be super interesting to see the fight for that front spot. Personally speaking, I'm hoping for plenty of overtakes. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Stel me niet teleur, zegt Priestley. Een nadeel. Er zijn hier veel rechte stukken. En ik heb gemerkt dat wij nogal traag zijn op het rechte stuk. Oh no. Anyway, last week. Ik weet ook niet waarom, want we rijden met een Honda motor. Maar goed, het is wat het is. De pitstopstrategie is hier gewoon medium hard. 36 rondes lang knokken voor wat we waard zijn. Hopelijk kunnen we in de punten eindigen. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Ik verwacht hier veel spektakel. Geen regen voorspeld. Dus dat is altijd nice om te zien. Jazeker, medium hard. Neem extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen. Dan gaan we gewoon beginnen voor de Formation Lab. De opwarmronde hier in Mexico. We starten dus vanaf een P18. We trekken vanaf een P18. Klopt dat wel? Okay, how was that pull away? Blijkbaar. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik dacht toch echt dat wij als 15e door waren naar Q2. Maar blijkbaar denkt de game daar anders over. Dus P18, it is. Maar goed, ja, het maakt ook niet zoveel uit. We staan dus toch achteraan. En ja, dan zijn we aanbeland bij de gridslots. En dan gaan we ons gewoon voorbereiden voor aflevering nummer 31. Hier in Mexico. We vertrekken vanaf dus een P18 op de grid. De lampen gaan aan voor de grootprijs van Mexico. En ze zijn uit en we zijn onderweg en we komen heel slecht weg. Hadden niet op zitten letten en vallen al heel ver terug. Verschoren heeft mij ook ingehaald. Latifi heeft mij ingehaald. Magnussen heeft mij ingehaald. En wij staan dus op de laatste plek in de grote prijs van Mexico. We gaan het hier een beetje voorzichtig aan doen. Verschoren zit een beetje klem. Driedek in bocht nummer 1 en 2. Aan de buitenkant kijken van Tsunoda. Dat lukt. Ook van Schumacher. Schumacher lukt dat, jazeker. Maar die Ferrari motor is snel. Driedek, want daar ook zit Ocon. Het is hier echt even oppassen waar je rijdt. En daar Schumacher al veroverd.
En dan zitten we in ronde nummer 2. Als we daar nogmaals aan Schumacher voorbij gaan. De volgende heet dan Esteban Ocon. In ronde nummer 3 van de race. DRS is beschikbaar gesteld door race director. En die Alpine loopt hard. Die Haas rijdt hard. Die Alfa Tauri rijdt hard. Geel in sector 1, want daar is iemand recht doorgeschoten. Het is Ocon. We zitten even klem, even opgesloten achter Mick Schumacher. Maar kunnen weer verder racen. Dan hier zometeen proberen aan de binnenkant. Jazeker, ernaast gezet en dat is P16. Dan zitten we in ronde nummer 4 van de race. Als we daar aan de buitenkant kijken van Esteban Ocon. Jazeker, dat is ook gelukt. Goed hoor. En nu doorrijden naar Lance Stroll. Maar die rijdt met een hele snelle Aston Martin op het rechte stuk. Ik weet ook niet wat er met ons aan de hand is. Maar we hebben gewoon geen topsnelheid. Ondanks de DRS. Ondanks overtakeknop. Ondanks slipstream. Want Ocon komt daar zometeen weer aanvallen voor ons. Kijk naar de buitenkant dit keer. We proberen later te remmen en dat lukt mooi. En dat is nog steeds P15. Weer een aanval overleefd. Dan zitten we in ronde nummer 8 van de race. Als het hier even treintje rijden is vanwege Perez die volgens mij rechtdoor is geschoten. Kunnen wij Ricciardo in gaan halen voor P12. Oh, daar blokkeert Albon. Albon blokkeerde daar een band. En wij kijken aan de buitenkant van Daniel Ricciardo. Goed gedaan. Het is P12. Nu op naar Albon voor P11. En dan doorrijden naar Perez die in de punten rijdt. P10. Albon heeft het hier zwaar in de bochten. Wij hebben het voornamelijk op het rechte stuk. In de rechte stukken. Dan zitten we in ronde nummer 11 van de race. Als we daar proberen Zhou aan te vallen aan de binnenkant. Jazeker, het is gelukt. Zhou terugverwezen naar een P11. Wij dus naar een P10 rijden in de punten voorlopig. Bewolkter geworden in Mexico, maar er is dus geen regen voorspeld. En hier pakken wij winst op Kevin Magnussen. Maar dan hebben wij zometeen start-finish. Een heel lang rechtstuk. Waar de Williams heel snel is. Perez rijdt voor Magnussen. Die rijdt een niet al te beste wedstrijd. Volgens mij leidt Charles Leclerc de race. En Carlos Sainz die rijdt op B2. De grip levels gaan verdwijnen, zegt Priestley. Want we rijden al 12 rondes lang op de medium compound. Ricciardo rijdt naar ons toe op dat rechte stuk. We hebben ook geen ERS. Want wij verbruiken alles op dat rechte stuk. Om bij Magnussen bij te blijven. Maar soms lukt dat gewoon niet. Nog 24 rondes te gaan in de race. Tot nu toe een prima wedstrijd. Doen gewoon ons best. En een punt is een punt. Dan zitten we in ronde nummer 13 van de race. Als we daar Ricciardo hebben, die blokkeren wij even flink. Het mag eigenlijk niet, maar toch doen we het. Ricciardo probeert het daar aan de buitenkant, lukt niet. En dat is nog steeds een 10e plek. Ik heb geen ERS meer over om te verdedigen zometeen op dat lange start-finish stuk. En Magnussen zit 1,4 seconden voor ons. Nu zit Magnussen 2/10 voor ons. Hier aan de buitenkant kijken. Lukt dat? Jazeker, dat lukt. Goed gedaan. Dat is P9. Nu op naar Sergio Perez. Voor P8. Maar tot nu toe 2 punten erbij geschreven. We zijn nog aan het knokken voor het wereldkampioenschap P10. Omdat Ocon niet al te ver achter ons zit. Dus elk puntje is heel veel waard voor ons.
En dan zitten we in ronde nummer 15 van de race. Naar de harde band voor de volgende pitstop. En daar zit Magnussen al denk ik te kijken. Zit binnen DRS afstand, heeft slipstream, heeft de overtakeknop. Maar redt het net niet. Dan zitten we in ronde nummer 17 van de race. Als we naar binnen duiken voor onze laatste pitstop van de dag. Gaan dus naar de harde compound. Gasly dus naar binnen gedoken. Ricciardo dus naar binnen. Verstappen naar binnen. Prima pitstop, 2,5 seconden. En komen terug op een 11e positie. Maak daar maar even positie nummer 13 van. Twee plekken verloren aan Tsunoda en Verschoor. Die moeten nog allebei naar binnen. Dus daar hebben wij even mazzel mee. En nu proberen die harde band zoveel mogelijk op temperatuur zien te krijgen. En dan is het zometeen kijken waar we dan terugkomen als de jongens naar binnen zijn gedoken. Misschien rijden we in de punten, misschien rijden we niet in de punten. Het zou jammer zijn als dat gaat gebeuren. Maar goed, daar kunnen wij niks aan doen. Dat is nou eenmaal hoe de pitstops, hoe de outlap, hoe de inlap in elkaar zit. Ik vertel heel veel informatie. Dan is het maar zo. En er zit in ronde nummer 20 van de race als het daar geel is in sector 2. Want Robert Schwarzman is uitgevallen in de wedstrijd. En we rijden op een 9e positie, 2 punten erbij. Als we zo zouden afvlaggen, Ocon rijdt niet in de punten. En dat is goed. Dat is heel goed. Jammer van Schwarzman, die wel een prima race reed tot nu toe. En dat zit in ronde nummer 21. Rijden wat naar Gasly toe en hier aan boord bij Schwarzman die in gevecht is met Lewis Hamilton. Hamilton die vertrok helemaal van achteraan en daar begreep de Ferrari motor het. De Alfa Romeo, stop ermee. 0 punten voor de Rus. Die ook nog even zijn voorvleugel kapot rijdt. Jazeker, het kan allemaal. En dan zitten we in ronde nummer 23 van de race. Als we daar Ricciardo hebben, wij gaan wat slingeren op het rechte stuk. Maar Ricciardo raast er als een gek voorbij. Hij probeert laten remmen, dat lukt mooi, maar raken elkaar daar lichtjes. Dat is nog steeds P9, voorlopig. Gasly zit 4,3 seconden voor ons. Dat redden wij denk ik niet meer. Dat gat is te groot geworden. Alhoewel wij noteren groen in sector 1. Je weet maar nooit. We zitten in ronde nummer 28 van de race. Als Ricciardo zometeen weer DRS van ons heeft. Het gat is 17e. Terwijl we de auto daar bijna kwijt zijn geraakt. Toch nog goed gehouden. Maar dit is kinderspel voor Ricciardo. Verdedigen heeft eigenlijk al geen zin meer. Eén keer een manoeuvre naar rechts toe om hem te blokkeren. Maar Ricciardo is gezien. Ook Ocon probeert het, maar raakt onze achterkant. Probeert het aan de buitenkant. Ricciardo is daar langzaam. En daar worstelen wij ons zich erlangs. Aan de buitenkant. En dat is P9 nog steeds. Krankzinnige race tot nu toe. Ricciardo probeert het weer aan de buitenkant. Dit keer. Dat lukt niet, we duwen hem daar wijd en Ocon kan profiteren. Nee, kan niet profiteren, sorry. Ocon kan niet profiteren en dan zitten we in ronde nummer 35 als we daar Pierre Gasly hebben. Die heeft het hier moeilijk en hier halen wij hem in, maar dat is buiten de baan. We moeten hem opnieuw zometeen gaan inhalen. Maar dan doen wij dit heel slim. Dat deden wij niet slim. Nu doen we het slim, jazeker. Wij duwen en zometeen alles hopen op het rechte stuk dat Gasly ons niet gaat passeren, maar ik ben er bang voor. Hebben wel wat ERS om mee te spelen, maar die Honda motor met slipstream en een goede auto en een goede overtakeknop, dan kan die dodelijk zijn, denk ik. Gasly, wat doe je? Wat doet Pierre Gasly? We hebben geen ERS meer over. Daar zit Gasly te kijken naar de buitenkant. Lukt dat? Hij is er nog niet voorbij. We remmen later dan de Fransman. Maar hebben geen ERS meer over. Wat doet Gasly zometeen bij dat derde DRS gedeelte?
Hier kan Gasly denk ik helemaal niks. Probeert het wel, maar wordt daar wijd geduwd. Charles Leclerc wint de race in Mexico. Carlos Sainz eindigt als tweede. Lando Norris op het podium. Derde plek. Geen idee wie de vierde wordt. Geen idee wie er vijfde wordt. Dat zien we zo meteen allemaal wel. Nu is het eerst zien te overleven op Gasly. Wat kan Pierre Gasly nog? Het voordeel is dat wij snel waren in die S-secties. Daardoor hebben wij een gat geslagen naar de Fransman. En ik denk dat wij toch nog op de een of andere manier 4 punten erbij gaan schrijven. Geen 9e plek, maar een 8e plek. Toch nog goed gedaan. Ondanks een hele zware race voor ons. En dan gaan we ons gewoon opmaken voor de laatste race in seizoen 2. En kijken wat dat dan gaat worden. Not just victory today then, but the championship as well. What a spectacular season they've had. And congratulations to the whole team. So, Anthony, what made the difference out there today? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix. And they're certainly a team that know what they're doing out there. Nou, Charles Leclerc wint dus alweer een race. Carlos Sainz maakt er alweer een Ferrari 1-2 van Lando Norris op het podium. Vertrok vanaf pole, maar kon het niet verzilveren. Verstappen 4, Alonso 5, wij dus naar een 8e positie. Verschoor naar P19. En wij pakken de 10e plek af van Ocon, jazeker. Dus dat wordt nog heel spannend in de laatste race. Hetzelfde geldt voor Red Bull en Mercedes. Die knokken nog om P2 in het constructeurskampioenschap. Dus er is nog van alles te doen in de laatste race van seizoen 2. Maar goed, eerst dit goede resultaat. 4 met de 10. 8e, 4 punten erbij. Ik vind het knap. Heel erg knap. Wat ik niet knap vind, vind ik de rivaliteit breakdown. Plus 3 voor mij, plus 9 volgens mij voor Ricciardo. Ja, dat is niet al te best. Team McLaren, level 20 team. Level 15 mijzelf en level 9 Verschoor. Doen we toch goed, doen we toch goed. Kijken wat het sponsorgeld zegt. Jazeker, alle drie de sponsoren binnengeharkt. $467.000 erbij. Verschoren en ik hebben wat schade gereden. 45k misgelopen. In totaal $8.05 miljoen op de bank. Doen we goed. Daar kunnen wij faciliteiten van gaan bestellen. En misschien ook wel sparen voor een andere coureur. Maar voorlopig wil ik even doorgaan met Richard Verschoor. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten? Beloon het dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 My Team Career Mode content. Je kan van mij gewoon wekelijks op zaterdag en zondag om 1 uur een video van F1 22 verwachten. En ja, wil je daarvan op de hoogte zijn? Gewoon dat belletje aanzetten. Gewoon doen. Dan ben je gewoon op de hoogte. Maar vooral zeker abonneren. Abonneer gewoon op mijn kanaal. We hebben de 150 subs aangetikt. Laten we doorgaan naar die 155 abonnees. Het zou heel mooi zijn als we dat gaan halen. Maar dat kan alleen maar ja, met jullie hulp. Dus wie nog niet geabonneerd is. Even abonneren. Gewoon even doen. Even abonneren. Gun mij gewoon die abonnees. Nee.
Maar goed, ja. En volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. @GianAnschraan op Instagram, Twitter en Facebook. En ja, dit was het Gianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.